maar. De aflevering beginnen dan? Dan snel. Kan jij beneden zitten? Want ik heb gewoon lag. Het is niet handig. Wat bedoel je beneden? Oh, zo. Ja, maar dat is tv en zo. Ah, oké, dan ga ik alweer. Kit! Er zit een spin op de brug. Oh, ja. Huh? Hoe ver ben jij? Je bent helemaal... Nee! Je bent veel te laag! Waarom ging je zo laag? Ja, ow. Omdat ik dacht dat ik laag was. Nou, daar ging de brug. Ook nog. Hallo iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Noobcraft. Waarin wij falen. Jee, en dan onze spullen kwijt zijn. Naast mij is Kirsten, ik ben Douglas. We gaan nog één keer proberen om te kijken of we onze spullen kwijt kunnen vinden. We zijn bezig met de Skylands Challenge. Het houdt in dat er overal creepers zijn. Oké, de brug is er wel. Cool, fijn. Maar die linkerzijkant werkt wel goed, want dan kon je best ongestoord naar beneden gaan. Jawel, maar dit is de goede kant. Hoe is er de goede kant? Dan ben je er het snelst. Oh, nee. Maar nou niet doorgaan tot na 31, hè? 21. Ja, net eerst was ik bij 24 en toen kon ik nog eentje lager, dus ik snap het niet meer. Ja, maar je moet niet zo laag. Dan kan je toch niet in? Ja, want ik kon nog eentje lager en daar waren onze spullen. PAS! Wil dat? Ik zou toch, zeg maar, aan het einde van vorige aflevering dacht ik dat het zo makkelijk zou gaan dat we het gewoon af zouden hebben. Ja, toen gingen we dood. Ik zit op 50. Als ik je spullen pak, dan spring ik gewoon op, hoor. Oké. Of als ik je spullen zie. Doe dat. En dan ren ik gewoon weg. 35. 31. En natuurlijk weer gewoon bij... Bloody... Wat op? Rotspin? Oh my gosh! Ik ben nu binnen. Echt? Oké, okay, ja. Niet doodgaan. Zie je ons spullen? Ja. Oh! Oh, oké. Okay. Wat? Goed, ik ben gevallen. Ik zie geen spullen. Oh god. Niet doodgaan alsjeblieft. Een skelet ga je niet doodmaken met je handen. Dan moet je echt 20 keer raken. Dat gaat het niet worden. Fair enough. Dus zoek dekking. Te zijn zwart, hè? Heb je een zwart? Nee, niks, toch? Oh. Ik kom naar je toe. Kijk, ik word een creeper. Ah, ik ging voorbij. Oké. Okay. Oh my god. Ga ik ergens naar boven? Nee. Waar ben je dan? Boven. Daar is de fucking trap. Oh, ik ben omsingeld! Oh nee, val mij. Hier is een kistje. Nee, ik wil geen iron! Ik krijg alleen maar iron van al die fucking kistjes. Ik wil geen iron, ik wil gewoon naar boven. Wat je nu dan? Stapelen. Oh, en een creeper. Oh, en een half hartje. Oh god. Ik ga allemaal spul... Wat doe je nu dan? Ik doe allemaal spul terug in de koffer. Oh, dan ga ik... Heb je al spul al? Nee, ik heb geen spul. Oh. Ik had wel heel veel iron. Maar ik heb het allemaal teruggestopt in de koffer, want ik dacht van ja, weet je, anders zijn we dat ook kwijt. Ik ga hout maken. Of ik ga van hout in ieder geval een zwaard maken of wat dan ook. En heel veel hout meenemen. Nee, die zombie. Hebben we hier iets? Oké, ik heb stapel shit nodig in ieder geval. Ik moet een zwaard hebben. Ik kan me niet doden zo. Oké, ik ga hout hakken. En met dat hout ga ik naar beneden. En dan ga ik gewoon weer naar zo'n kistje en dan haal ik daar... iron uit en dan met die iron kunnen we weer gewoon. Nee! Wat? Geweg! Nee! Oh my god, dat ging echt net goed. Nee! Ah nee, ik zit in de fik. Nee! Oh. Ze bijna, Douglas. Douglas, onze spullen zijn weg. Ja. Weer vanaf vooraf aan beginnen in die dungeon. Nou, dat valt wel mee.
We kunnen gewoon helemaal daar naar beneden. Maar het zit ook gewoon weer helemaal vol met monsters. Dat is ook best stom. Ja, maar dat is niet erg. Zeg maar, als we via de zijkant langs gaan, dan kunnen we in... Oh, hi! Ja, maar ja, en dan gaan we dood en dan zijn we weer dood en zo. Want we kunnen niks beginnen tegen die zombies zonder een zwaard. Nee, maar die ga ik nu maken. Dus... Wil je een zwaard van mij maken dan? Ja, ik ga een stone zwaard maken. Ja. We kunnen in ieder geval iets. Die. En... Thanks. Die. Thanks. We moeten alleen zorgen dat we niet doodgaan. Ja. Dus in één van die kistjes zit... Zeg maar, in meeste kistjes zit er superveel iron. Mhm. Dus als je daar naartoe gaat, dan kunnen we in ieder geval, zeg maar, vanaf daar verder. Zo kut, ik had wel 2 diamonds gevonden, maar ik denk dat deze wereld eigenlijk wel genoeg diamonds heeft, zomaar. Ik zit eentje naast je. Nice. Oh nee. Er zijn monsters. Ik ben dood. Het valt bouw. Ik had een diamond leggings gevonden. Ah! You know what? Ik ga gewoon een trapje maken. Fuck it. Ik ga een trap maken. En ik ben ook dood. Yay! Kom naar de rechterzijkant straks. Ja. Hey? Maar kun je daar naar binnen dan nu? Ja. Zullen we gewoon naar binnen gaan? Doe maar. Vier stuk. Oh nee, nee, nee! Oh god. Even nog? Dat zou ik niet moeten doen. Ik heb mezelf opgesloten. Nee! 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 Ah, ja. Nee! What the hell? Nou, zo. Oh, ook achter me. Ja. Kut. Kijk. Moeten er van boven. Ben ik in een gat gevallen? I don't know, je bent dood. Nee, je bent door een zombie gedood. There we go. Oké, nou ben ik dood inderdaad. Fucking lag. Sorry. Ik denk dat we ons eerst moeten focussen op eten maken en zo. En voorbereiden. Yeah. En dan daarna kijken wat er in de bedrock zit. Maar eerst dat we zorgen dat we gewoon weer armor hebben en iron. En I don't know, ergens armor vandaan zien te halen. Aangezien we al die 128 iron. Zullen we maar teruglopen dan? Naar dat huisje wat we eerst hadden? Oké, wat kunnen we hiervan meenemen? Rotten flesh? Wil je ons niet... Wil je niet... Diamond shovel? Oh, je wilt helemaal nu teruggaan naar het huisje? Ja. Yeah. Maar waar was dat huisje ook weer? Deze kant op ergens. Ik neem het pickaxe wel mee, dat doet altijd nog iets meer damage. Ik heb honger. Ik kan niet rennen. Nee, fair enough. Ik denk deze kant op. Doet die creeper? Kijk uit, zit een creeper daar. Botjan dosis. Oh, maar ik weet ook niet of ik dit red. Zal ik proberen? Ik heb niks bij me. Ik heb één dirt. Loop! Oh! Joop! Ah! Met... Ik heb het wel gered, maar ik had... Oh. Creeper in de put. Wow, oh my gosh. Waar was dat? Oh, ik ben dood. Sorry. Waar kan ik niet... Oh, oh, zit de spinnen? Waarom viel ik hem aan? Nee. Ik ben aan het kijken hoe het gaat. Weg. Haat er. Oké, deze kant op. En dan? Deze kant? Was dat huisje heel ver? Reasonably. Hoe zag het huisje er ook weer uit? Dat was gewoon zo'n vierkant houten huis. Was dat de linker of de rechterkant? Weet je nog? Volgens mij links, hè? Linker. Oh ja, shoot. We moeten eerst daar naartoe. Ik denk dat ze iets te ver zijn gegaan, of niet? Oh, kut. Ik weet... Oh! Wat is er? Oh my god, ik dacht dat het gered. Ik faalde en er was een gat en toen redde ik het echt net op het randje of zo. Ja, ik denk dat het misschien wel richting is waar jij op maar woont. We hebben de coördinaten niet opgeschreven van de dungeon waar we net waren. Oh, ja, we zijn er bijna. Want dit is... Ik kan vanaf hier al bijna ons eigen eiland zien. Nee, ik heb nog 2,5 voedsel. Zo weinig? Ja. Gaat even. Allemaal best bekend voor. Ja. Nu is naar beneden. Oké, wat hebben we achtergelaten voor onszelf? 20 iron. Ik durf niet naar beneden, Douglas. Wat? Douglas. Help me. Oh, wacht. Ik kan mezelf helpen. Op zich. Jee. Thanks. Zo. Ik ga nog even kijken in die andere chest bij dat andere monumentje dingetje. Nog 7. En bone meal. Oh. En bones. Niks. Jij geen eten bij je? Hier. Nee. Oh. I lost everything. Anderhalf.
Oh wacht, als ik straks dood ga, kun ik je de coördinaten geven. Wacht, wacht! Wacht, 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 ik heb een ingeving. Wat? Ja, er is nog 24 in de... Oh my god, nice! Oh, we hebben kool hier. 51. En er is het nog zelf 7 iron ore, maar er is niks qua hout om het dus kapot te maken. Ik heb kool, er staat nog kool in de chest. Oh ja, tuurlijk! Nice! Ja. Ik heb nog één eten. Hier doorheen? Oh my gosh. Waar ben je naartoe? Oh, je zult me net zien dat we nu gewoon ervan afvallen of zo. Of dat ik door lag door een creeper doodga. Oh ja, niet vallen. Ja. Waar moeten we heen? Vallen is goed. Ik zal niet vallen. Oh, ik hoor een spin. Die wordt straks agressief. Mhm. Als die spin ons dood zijn we de lul, want we hebben geen zwaard. Ja. Dan hadden we dat best kunnen maken, I guess. Eerst de volgende boom slaan we om, want dan kunnen we gewoon even zwaarder maken, snel. Yep. Hmm. Ik heb nog een half eten. Oh. Oh, daar ga je. Hierheen. Loop gewoon zo ver mogelijk. Ja, precies. Nee, stop, 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 stop. Als je te dicht bij de, hoe heet het, Ben? Ja, oké. Okay. Maar we kunnen hier wel verder. Ja, maar ik geloof niet dat dit de goede richting is. Nee? Nee, oh, blijf maar even hier staan, want dan ga ik even deze boom omhakken. Shit, ik heb ook nog maar 3 eten. Oh god. Waar ben je? Ik ben nog steeds bovenop die berg. Oké, wacht, kom hier. Het zit bijna in het water. Wat, bijna in het water? Het lijkt namelijk naar beneden. Pak er maar gauw mijn spullen. Ja. Had je meer dan alleen maar die iron en wat dirt? Nee. Oké. Zwaard. Zal ik gewoon iron maken of armor voor mezelf maken? Ik heb het al gedaan. Pardon. Oh. Ik heb een beetje armor, zeg maar. Een chestplate en een broek. Oké. Ja. Fucking hell, ik moet daar langs volgens mij. Het is heel spannend daar langs. Oh nee. Kirsten, er zijn zoveel endermen en zoveel creepers. Oeh, 3 heksen bij ons. Oh, oké. Okay. Dat is niet echt fijn. Ja, dat is slim. Oké, dat was redelijk. Oh, skelet. Ga ergens in, ga ergens in totdat het licht is. Dat moet haast wel, ja. Eens doe het. Maar ik heb geen toortjes. Maakt niet uit, bouw je gewoon zelf ergens in. Ik zeg gewoon wanneer het licht is. Ben jij uit de wereld gevallen? Ja. Bouw zelf gewoon ergens in, oké? Okay? Yes. Anders ga je sowieso dood. Oké, ik ben... Oh, maar ik kan ook nog doodgaan aan honger, hè? Oh ja, nee. Schrijf je coördinaat op. Oh ja, goeie. Pen. Oh, wacht. Geen haast. Ik kan gewoon rustig aan een pen vinden. Wat zijn je coördinaten? Mijn coördinaten zijn... Ja, ik heb even mijn dummy open gedaan. En ik moet even een pen pakken. Of een potlood? Potlood. Oké. Okay. Min, rustig aan, we hebben geen haast. Ja. Min 172, 89 en 90. Wat wil je dan doen? Wil je dan naar mij toe lopen? Ja. Als ik niet beweeg, dan zou ik niet zomaar... Ja, waarom? Wat ga je doen dan? I don't know, jouw eet geeft zo. I don't know. Heb je eten dan? Dan kan ik het weer overnemen of zo. Rotten flesh zou wel relaxed zijn. Ja! Nachten. Weer te bedenken via welke route we terug zijn gelopen, maar I don't know. Yeah. I can try. Maakt ons dan wel weer redelijk gelijk in ieder geval. Yes. Yay! Oh, dit wacht is killing me! Deze wereld is killing me. Hey, je bent heel dicht in de buurt. Echt? Ik zie een gamertag. Oh, wow. Hoe veilig is het? Nice. Niet echt heel erg. Oké. Waar ben je dan?
Beneden. Ik zag net je gamertag nog. Ik ben niet gecrouched, dus... Ik ben nu aan het bewegen. Oh, ik zie jou. Oké. Okay. Ik zie je in ieder geval. Ik wacht hier wel, ik sta hier redelijk veilig. Oké. Okay. Hoeveel fake heb je nog? 2,5. Oh. Verp zich nog wel even... Als je niet springt... Niet meer, je springt niet meer, hè? Ik spring niet, nee, ik spring helemaal niet meer. Mooi. Er is ook een Enderman bij jou buiten. Dat is echt super fijn. Leuk. Echt genieten. We praten tegen elkaar door de muur heen. Enderman. Ja. Hi, Douglas. Hallo. Was dat die Enderman? Ik had ergens een andere stem verwacht. Hoe staat het met de lichtsituatie? Het is ben je nog 2 minuten? Ik heb een beetje last van claustrofobie. Bijna. Ik zit nu echt boven je. Het is echt moeilijk, Kirsten, om hierin te blijven. Sorry. Wat was dat? Ik zit nu echt boven je. Ja, ik zit boven je. Oh, er komen zombies op me af. Aha, jullie komen niet bij mij. Shit, die wel. Toch? Ah. Oh nee, ook niet. Of wel? Yay! Oké, we're bijna licht. Bijna. Ik voel me als die gast van Buried. Van wie? Hallo. Hey. Hey, doe dat niet. Nee. Nee, verdomme. Gaat er. Nee, niet doen. Wat doe nou? Het is geen dood. Oh, ik wel meer kans om dood te gaan dan jij, maar dat maakt niet uit. Het is geen dood. Oké, je kan via deze brug, sort of. Als je dat vertrouwt. Als je er niet vanaf valt. Ja, ik denk dat het goed gaat. Oh my god, ze doen daar de tango, de... Hoe heet het? De Polonaise! Oh, kut! Ga dan maar gauw over die brug. Kirsten, ze komen deze kant op. Maakt niet uit. Ga er maar gauw overheen. Jammer. Nee! Oh mijn god! Nee! Douglas! Nee! Ik zei toch dat we niet over de brug moesten gaan. Jij fucking Britser. Ga over de brug, Douglas! Maar er staan zombies, Kirsten. Douglas, ga over de brug heen. Jij fucking Britser. Ik! Oh, sorry. Dennis slaapt. Ik? Oh my god. Kerst, ik? Jij ik ben een prutser. Prutser. Fuck this shit. Kerst, dat was onze iron. Nee, doe het niet. Oh my god. Maar ook echt een lag. Ik kan niet naar buiten. Wacht dan even. Ik kan niet naar buiten. Oh. Wat deed ik? Was de deur dicht? Ja. How? De deur was niet dicht bij mij. Mij wel. Oké. Ik denk dat het enige wat we kunnen doen nu is wanderen, mijnen. Yep. Er is een boom hier nu. Het is echt wel de 7e keer dat jij al onze armen verkloot. Wat? Fuck jou. Kom dan. Fuck jou. Kom dan. Kom dan. Hater, je hebt alles aan verkloot. Fucking. Het is allemaal jouw schuld met je goede nee, ideeën. Nee, je moet gewoon springen. Dat is jouw idee. Opletten. Ja, hater. Jij hater. Kom dan. Kom dan. Met je af. Je dood? Oh nee, oh daar weer. Sterf. Zo. Fuck jou. Nee, Kirsten, ik wil de aflevering afsluiten. Kirsten, deze aflevering is... doei iedereen! Dank voor het kijken! Au!
Hallo internet, ik hoop dat jullie genoten hebben van die aflevering van Noobcraft. Als je hier op het gele vlak klikt, krijg je meer sadistic survival van mij en mijn huisgenoten. En je kan mij en mijn huisgenoten ook in de ruimte zien als je op het paarse vlak klikt in onze webserie 33H Adventures. En vergeet niet hieronder te klikken op subscribe als je dat niet al eerder gedaan hebt. In ieder geval heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei!